Journalisten uit heel Europa zijn uitgerukt voor deze tentoonstelling, die mede is samengesteld door Hubert de Givenchy zelf. Tijdens de persconferentie praat hij met liefde over hun eerste ontmoeting. Et c'est un joli Hubert qui est arrivé, frêle, gracieuse, jeune, pétillante. Die eerste ontmoeting is vanwege haar eerste grote rol in de film Sabrina, waarin ze als arbeidersmeisje verliefd wordt op de zoon van een rijke familie. Dat kon natuurlijk niet, dus wordt naar Parijs gestuurd om te leren koken en komt dan als een ravissante, waanzinnig goed geklede vrouw terug. En om die transformatie van chauffeursdochter naar adellijke dame geloofwaardig te maken, heeft ze de studio voorgesteld om een couturier te zoeken. En dat werd dus Hubert de Givenchy. Audrey Hepburn valt als een boom voor de stijl van de Givenchy. Bedrieglijk eenvoudig, van de mooiste kwaliteit stoffen en met enorm gevoel voor decoratie en voor kleur. Nog bekender is de jurk in de succesfilm Breakfast at Tiffany's. De film begint dat ze uit een taxi stapt en je hebt dus als eerste blik die rug. En dan met accessoires erbij die dat beeld nog een keertje benadrukken. Dus ook weer, het lijkt zo simpel, maar er is enorm goed over nagedacht. Zelf wil Hepburn dat ze vooral herinnerd wordt als ambassadeur voor UNICEF. Ze was heel blij dat ze door haar naam, dat ze die kon gebruiken voor het goede doel. Om kinderen te helpen in probleemlanden, in Afrika onder andere. En dat heeft ze eigenlijk als haar belangrijkste carrière beschouwd.